Westeinder. Langs over het tuinpad van strandgapende schelpdiertjes longt het goede land, is de stad uitgekruid. Verwondering, vegen in de lucht, tekens aan de horizon, het onnavolgbare vogelduiken. De verbazing groeit. Hier rust in elk moment de gedachtegang van een tijd. Verstilt de blik op het Westeinder, niet gestoord door het krijgsgebrul. Aan de hemel van de grijze grijpvogels op weg naar een prooi. Ben je aan deze ruimte gekomen, Arjen? Ik fiets hier elke ochtend langs met mijn dochter. Die gaat naar school aan de Schrans. En ik zag altijd wel dat hier geëxposeerd werd. En er hing ook gewoon een telefoonnummer op de deur. Maar als je hier wilt exposeren, bel even dit en dit nummer. En ik dacht van, ja, schrijven, een boek maken, live is ook een soort expositie. Dan dacht ik, dan mag ik er ook wel in. En dat kon inderdaad gemakkelijk, maar niet als expositie, maar gewoon als werkruimte. Dus ik zit hier dan tussen de expositie in. Maar je houdt die expositie ook een beetje bij ondertussen. Ja, en er is wel een persberichtje uitgegaan dat ik hier zit te werken. Maar dat is ook meer om voor dit gebouwtje wat meer publiciteit te krijgen. De foto's die hier hangen. Voor mij is het puur een werkplek. Nu hebben we sinds kort een cultureel bedrijvencentrum, de Blokhuispoort. Was dat niet leuker geweest om daar... Daar heb ik wel binnen gekeken, een rondleiding gehad of bij een andere kunstenaar gekeken. Het zijn heel mooie ruimtes, maar je zit dan wel met 30, 50, 60 andere kunstenaars bij elkaar. En dan weet ik wel hoe dat gaat. Dan zit je binnen een maand, doe je als vrijwilliger in 20 projecten mee en dan kom je weer niet aan je eigen werk toe.
gemaakt. Oké. Okay. Wat voor boek is het, Arjan, waar je aan bezig bent? Het is eigenlijk een kinderboek. Ik denk voor ongeveer een jaar of 12 de brugklas. En het heet Fuck 'em All. Oké. Okay. Ik begrijp dat het nog een beetje geheim is. Ja. Hoe lang werk je er al? 8 jaar. Is dat niet erg lang voor een kinderboek? Ja, ja, ik heb gewoon heel veel te vertellen en ik weet niet hoe ik dat dan vertellen moet. Dus ik ben nog zo'n 50 keer begonnen en ik heb al heel veel, maar nu ik hier zit ben ik weer helemaal opnieuw begonnen. De personages zijn er wel en de omgeving is er en ongeveer waar het heen gaat weet ik wel. Maar het hele schrijven moet dus nog gebeuren. Oké. Arjan, je wou geen gedicht voordragen van jezelf, maar wel eentje van je dochter. Ja, ja. Ik zou zeggen, brandlos. Dan moet ik even kijken of ik hem zo uit het hoofd kan doen. Het is maar een heel kort. Het gaat van, zal ik je eens vertellen over onze tuin en over mijn vader. Mijn vader is een dichter en een tuin hebben we niet. Dat is het.